cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Op 2 juli zendt de NTR de documentaire Wij willen ook een kind uit. Deze is gemaakt door Mirella van Marcus en gaat over de vraagstukken die homoparen hebben op het moment dat zij een kind willen. Tijdens de Roze Filmdagen sprak ik over de documentaire met de documentairemaakster. Als allereerste, waar gaat je documentaire over? Even in het kort. Nou, in het kort, de documentaire gaat over de kinderwens van mijn vrouw Claudia en mijzelf. En dan vooral de zoektocht, hoe gaan we dat invullen? Want als twee vrouwen zijn, kan je helaas biologisch misschien nog niet samen een kind krijgen. Dus moet je op zoek naar een derde, naar een man. Ja, en dan komen gewoon allerlei vragen naar boven. Hoe gaan we dat invullen? Bekende donor of een onbekende donor? Wij zijn er wel vrij snel uit dat we dan een bekende donor willen. Maar dan krijg je echt te maken met heel veel nieuwe vragen. Welke rol geeft hem dan? Noemt ons kind hem dan papa ja of nee? Welk verhaal gaan wij ons kind vertellen? Hoe gaan wij ons kind voorbereiden? Hoe groot maken wij zijn rol eigenlijk? Nou, over die hele ja, eigenlijk wel emotionele en ook rationele zoektocht. Daarover gaat de film. Plus ook nog. Het hele proces om überhaupt zwanger te worden. Ja, waarom heb je ervoor gekozen om dit hele proces vast te leggen? Nou, ik zat zelf heel erg met die vragen van hoe gaan we dat dan invullen, hoe gaan we dat doen. Ik was zelf heel erg op zoek naar ervaringsverhalen van anderen. En het oorspronkelijke idee was ooit om een boek te gaan schrijven over allerlei verschillende stellen en verschillende vormen. En dan donoren aan het woord te laten, lesbische ouders aan het woord te laten, donorkinderen aan het woord te laten. En met dat idee, daar was ik eigenlijk al mee bezig. Ik had al een paar interviews gedaan. En toen had ik een gesprek met de eindredacteur van de NTR. En die zei, ja, waarom ga je hier geen film van maken? Dacht ik, ja, dat wil ik natuurlijk heel graag. Supergoed idee. En toen ben ik heel snel een voorstel gaan schrijven. En toen vond de NTR het een heel goed plan. Maar, zeiden ze, omdat het echt jou aangaat, jij wil eigenlijk zelf heel graag antwoorden op die vragen. Ja, dan vinden we eigenlijk dat je er ook echt zelf in moet en er echt een persoonlijke film van moet maken. En toen dacht ik van ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde eigenlijk gewoon anderen aan het woord laten. Veel veiliger. Dat was veel veiliger. Ja. Maar ja, toen ben ik gaan nadenken van ja, weet je, ik vind het gewoon heel belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Om ook, ja, voor anderen die ook die voor die vragen staan, maar ook voor mensen die ja, toch een beetje narrow-minded denken en nog heel veel vooroordelen hebben om dat weg te nemen. En toen dacht ik van ja, ik vraag heel vaak in andere programma's het aan andere mensen om iets van zichzelf te laten zien. Dan moet ik het nu misschien maar gewoon zelf doen, want het is wel echt ons verhaal en onze zoektocht. Ja, ja, het is heel erg intiem. Ik heb de documentaire gezien. Was het moeilijk om elke keer weer die camera aan te doen? We gaan weer naar het ziekenhuis, we doen hem weer aan, we gaan weer door, we gaan elke keer die camera aan. Ja. Was dat moeilijk? Ja, nou, vooral Claudia, mijn vrouw werd er op een gegeven moment wel echt strontziek van. Want het is natuurlijk best irritant, zo'n camera. Aan de andere kant, als die eenmaal draait, dan... Je probeert natuurlijk ook zoveel mogelijk naast je neer te leggen, omdat je wel die situatie echt wil laten zijn zoals die is. Dus ik heb er ook bewust voor gekozen om alle intieme dingen, zoals de inseminaties in het ziekenhuis, onze gesprekken thuis over allerlei kwesties, om die allemaal zelf te draaien met een kleine camera. Er was nooit een derde bij om het gewoon echt intiem te houden. En ik bewaarde ook de gesprekken die we moesten voeren voor het moment dat ik de camera aanzet. Dat ik dacht van, dat we, ja, dus dat het geen toneelstukje werd. Dat het echt het gesprek werd dat we op dat moment zouden voeren. Ja, want er is een moment in de documentaire, ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar er is een moment dat je gewoon wil kappen met alles. Ja, zeker, ja. Maar waarom was dat dan? Waarom wilde je toch stoppen? Kwam het te dichtbij? Ja, want ik op een gegeven moment, het was namelijk zo dat de documentaire zou eigenlijk afgelopen zomer al uitgezonden worden. En toen afgelopen voorjaar moesten we dus een beetje in die eindfase terechtkomen van montage. Maar ons werkelijke leven, we zaten in het werkelijke leven nog echt totaal in heel veel emotie omdat het steeds niet lukte. En we zaten op dat moment echt in het dieptepunt. En we dachten uiteindelijk ook dat we nooit een kind zouden krijgen omdat het gewoon echt niet dreigde te lukken. En toen dacht ik van ja, ik vind het zo heftig nu we er nog zo middenin zitten om het dan nu met iedereen te delen. Terwijl het voor ons nu zo heftig is. Ja, toen brak echt de paniek sloeg toe. En toen dacht ik, heb ik echt tegen Klauw gezegd, nou ik ga ermee stoppen. Weet je, Ik kan me niet schelen, maar zij is producent bij iWorks. Dus zij, ja stoppen, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, je hebt al natuurlijk ook financieel gezien, er zit natuurlijk allemaal geld en überhaupt, weet je, je kan helemaal niet stoppen. En toen, bij de allerlaatste poging, is Claudia toen zwanger geworden. En toen zei de NTR van ja,
dan willen we ook het kind zien. Dus toen is de uitzenddatum verschoven en later geworden. Maar we hebben op een gegeven moment ook besloten van ja, oké, stel dat het echt niet lukt, wat gaan we dan doen? Gaan we de film wel laten zien? Dus ook als het echt slecht afgelopen zou zijn, dan hadden we hem toch laten zien. Want ik denk, ja, dat is wel het leven. Benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik ook. 2 juli op de televisie bij de NTR, Nederland 2, 11:30. Oké. Okay. Schrijf je agenda, 2 juli. Gewoon even kijken. Zou ik doen. Ja. Of online. Of kan online. Altijd. Nee, gewoon even Wij kijken. Willen ook op de NTR. Ja. Heel erg bedankt. Dank je wel. Gedaan. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals.